Beste mensen, mijn naam is Sander Compagnier en ik presenteer vandaag de allernieuwste De Andere Krant. We hebben vandaag een hele bijzondere krant die we presenteren. Ik ben er super trots op. We hebben een themakrant gemaakt rondom onderwijs. Wat staat er in deze krant? We beginnen de krant met een interview met Claire Boonstra, een van de auteurs van het Onderwijsvragenboek. Zij heeft een hele mooie visie op het onderwijs. We hebben meer visie op de volgende pagina door Chef Drumme. Chef Drumme is de oprichter van het Agora onderwijs. We laten verschillende leraren aan het woord die hun mening geven. We hebben het over muziekles, wat weer terug zou moeten komen. We presenteren allerlei verschillende manieren van onderwijs. Er is ondertussen democratisch, Montessori, renaissance onderwijs, natuurschool. We hebben het ook over wat er fout is aan het hedendaagse onderwijs. Hoe onderwijs gebruikt wordt om kinderen te programmeren, een bepaalde werkelijkheid op te dringen. Hoe het meten voor heel veel kinderen slecht uitpakt. De CITO-toetsen die plaatsvinden. We hebben het over straling in de klas. Liever niet, maar we moeten het erover hebben. En super interessant, hè? De onbegrensde mogelijkheden, het potentieel wat we hebben. Bijlagen in deze krant van kinderen die met een volledig verduisterd masker gewoon kunnen zien. Boeken kunnen lezen, kleuren kunnen herkennen, parcoursen kunnen afleggen. Het is onvoorstelbaar, maar waar. We hebben een tweede katern waar we een aantal jongeren aan het woord laten. Het tweede katern zegt voor en door jongeren. We hebben het over ADHD en hoe dat eigenlijk helemaal geen stoornis is, maar misschien wel een kwaliteit. En we laten 6 verschillende jongeren aan het woord en we bevragen hun: wat vinden jullie nu van het huidige onderwijs? Wat zijn jullie gedachten hier over dit thema? Dan hebben we nog een pagina waarin het gesteld wordt: iedereen is geniaal. Wat blijkt als je bij 5-jarige genialiteit meet, dat 98% van die kinderen geniaal is. En we eindigen met een nieuwe visie op onderwijs en hoe een onderwijsomgeving er ook uit kan zien. Te veel om op te noemen. We hebben heel veel kranten laten drukken. Dus iedereen die meer kranten wil hebben om te verspreiden op jouw of op jouw school, die wil gebruiken in de klas, laat het ons weten via onderwijs@deanderekrant.nl. Morgen bij de abonnees en vanaf dinsdag overal in Nederland te verkrijgen in de winkels. Dank u wel.